Goedemorgen, welkom bij Vlogmasdag 21. Oh my god, het is nog 3 dagen tot kerst. Ik kom nu wel heel dichtbij. Het is vandaag donderdag. En ik ga vandaag naar kantoor in plaats van morgen. Want morgen is het kantoor dus dicht. En vanmiddag hebben we een kerstborrel. Dus zijn we om 3 uur vrij. Dus dat is wel chill. En Boeba is natuurlijk ook mee. Kom maar Boeba. Goed zo. Dit nou weer dan? Kerstpakketje voor mij. Wat leuk. Kom hier binnen, er is hier verder niemand. Maar dit staat er op mijn bureau. Leuk. Wat stom, dan ben ik dus mijn tripod vergeten mee te nemen. Ik zag hem vanmorgen nog liggen op het dressoir. En toen dacht ik, oh die moet ik meenemen, want het is handig om timelapses mee te maken. Kijk, normaal gesproken moet ik dat dus hier ergens op zetten, op zo'n bakje of zo. Of op dat bakje. Maar ja, dat staat natuurlijk vet instabiel. En dan heb ik zo'n tripod en dan neem ik hem dus niet mee. Het is inmiddels 12:30. De rest is dus allemaal pauze houden. En ik ga net zoals vorige week weer editen. Want de vlog moet natuurlijk ook gewoon af. Het is trouwens wel echt super verleidelijk als je zo'n kerstpakket naast je hebt staan. Om er dan iets uit te halen. Hier heb ik bijvoorbeeld echt super veel zin in. Maar tot nu toe gaat het goed. Nou, dit is wel een heel lekker begin van de kerstbol met deze mooie taart die Sander heeft gemaakt. Ja, mooie taart. Ja, heel mooi. Het is 4:30. Ik ga nog niet naar huis hoor. Want zoals ik al zei, hebben we nog kerstviering. En ik ga even eten halen daarvoor. Iedereen heeft eten besteld. Ik heb schnitzel. En die bestelling ga ik nu even ophalen. En Boeba gaat ook even mee. Ik heb dus in de pauzes gewerkt aan de vlogmas van vandaag. En op zich ben ik redelijk ver. Nog een paar dingen. Maar wat moet ik dan straks als ik thuis ben maar doen? En dat zal wel laat worden aangezien we dus kerstborrel hebben. En die zou eigenlijk om 3 uur beginnen. Wat op zich wel chill was geweest, want dan kon ik de vlog redelijk op tijd uploaden. Alleen een collega die is dus nog niet klaar met werken. En die is er pas om 4:30, dus nu eigenlijk. Vandaar dat de kerstborrel wat later is. Dus dat is op zich wel jammer. Nou, ik ben er. Ik hoop dat het allemaal klaar is. Nou, het was allemaal klaar. Kijk dan hoeveel. Gelukkig ben ik met de auto. Zit je lekker, Boeba? Zielig dit. Dit is toch ook gewoon pesten. Simon, kijken dan. Ja, dat ruikt lekker, hè? Is allemaal niet voor jou. Zo, daar was ik weer. Ja, iedereen zit natuurlijk al boven te wachten op het eten. Nou jongens, je hoeft niet lang te wachten, want ik ben er weer.
draaien, hoor. Ja. Nou, dat was gezellig. Ik ga nu snel naar huis, want het is 6 uur en ik moet dus nog een stukje van de vlog editen en uploaden. En ik moet om 7:15 bij de kapper zijn, want ik heb een afspraak gemaakt. En ik had eigenlijk die afspraak om 7:30, maar omdat ik dus ook ga kleuren, vroeg de kapster of ik wat eerder langs wilde komen, omdat dat dus aardig wat tijd in beslag neemt. Nou, dat is lekker donker. Licht. Dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Om 7:30 in ieder geval weg. Dus ik heb er een 30 minuten op te uploaden en te editen. Dat wordt krap. Nou, het gaat allemaal weer lekker. Hey Poes. Hey. Loopt een Poes. Maar ik ben veel te laat. Maar ik kon dus mijn telefoon nergens vinden. Blijkt dus dat hier nog geen auto ligt. En Daphne heeft de auto mee naar mijn ouders toe. Dus dat is lekker balen. Want nu kan ik dus niet laten zien wat voor kleur ik wil. Hoe ik mijn geknipt wil hebben. Kortom, echt ruk. Nou ja, goed. Ik heb de laptop meegenomen. Maar dat kon eigenlijk helemaal niet, want die was vlog nog aan het uploaden. En het gaat allemaal echt super dramatisch. En zoals je ziet moet ik ook nog op de fiets. En jullie weten allemaal wat voor een hekel ik heb aan de fiets, hè. En ik kan dus niet bellen dat ik later ben. Nou, ik heb dus een kwartier lopen zoeken naar mijn iPhone. Heet het wil ik dat geluidje afspelen met zoek naar mijn iPhone. En ik hoorde steeds maar niks. Even kijken, waar moet ik het... Waar kan ik het beste langs? Ik denk hier. Maar goed, ik hoorde dus steeds geen geluidje. En daar snapte ik niks van. En daar werd ik natuurlijk ontzettend chagrijnig van. Maar het bleek dus... Dat de locatie dus niet bij mij thuis was, maar bij mijn ouders. Ja, dan denk je van, dat zie je dan toch op de kaart. Aan de straatnaam. Ja, tuurlijk, maar onze straatnamen lijken nog wel op elkaar. Behoorlijk op elkaar, dus daarnaast had ik dat niet gezien. En was ik altijd voor niets op zoek naar mijn iPhone. Nou ja, goed, ik ben nu dus veel te laat. En ik kan ook niet bellen dat ik te laat ben. Dus dat is echt wel balen. Nou ja, gelukkig is het niet zo ver van huis. En ik ben er nu bijna. Nou ja, weet je, dat kan gebeuren. Ik had eigenlijk ook een afspraak om 7:30. Dus ik denk dat ze dat wel zullen begrijpen. Maar waar ik meer van bouw, is dat ik nu dus niet kan laten zien wat ik met mijn haar doe. Ik ben dus best wel bang dat het misgaat. En het verleden heeft uitgewezen dat iedere keer als ik vlog dat ik naar de kapper ga, het ook misgaat. Dat is serieus iedere keer nog zo geweest. Dus ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Nou, ik ben er. Dit is dus een nieuwe kapper en dit is de eerste keer dat ik naartoe ga. Dus ik ben heel benieuwd. Wish me luck. Ik ben bij de kapper en ik zit in de bleek. En het wordt echt heel groen. Je ziet het op de camera. Maar in het echt is het echt groen aan de kleuren. En de kapsters weten niet wat ze meemaken. Bijzonder. Ondertussen ben ik nog even bezig met vlog editen en uploaden en zo. Lekker aan de multitasken. Nou, de toner zit erin. En hij trekt nu al aardig bij, gelukkig. Toch geen groen haar met Kerst. Ik zit hier nog steeds en Daphne is inmiddels ook bijgekomen. Een dagje duurt wel heel lang. Ja, dat kan dankzij je. En het is al 9:45. Nou, ik fiets terug. En daar heb je Daphne. Ik ben dus klaar. Het is heel mooi geworden. Voor het eerst dat ik naar de kamp ben geweest en vlog. En dat het niet is mislukt. Ik ben er heel erg blij mee. Ik zal het straks als ik thuis ben even laten zien. Ik kwam ongeveer gelijk met Daphne aan. Wat vind je ervan? Mooi. Jij vindt het mooi geworden? Ja. Ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan vindt. Oh. Mijn kijkers bedoel ik. Hè? Wat mijn kijkers ervan vinden bedoel ik. Oh. Nou, geef even een duimpje omhoog als je dit haar leuk vindt. Komt zij weer aan hoor. Nou, zijn jullie klaar voor de grote onthulling? Komt ie. Tada. Cool hè? Ik ben er heel blij mee. Het is echt, ik wou dus echt heel blond eigenlijk.
Maar dat kon allemaal niet. Het, ja, zoals je zag, het kleurde groen. Like, huh? Echt waar. Die kapster zei ook, ik ben nu 35 jaar kapper. Maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dus dat was heel bijzonder. Ze wist ook niet waar het door kwam. Ja, ik weet niet of jullie hoorden wat Daphne zei, maar ze is dus een uur en een kwartier langer doorgegaan dan sluitingstijd. Ik was dus pas om 21:15 klaar. 21:15, hè? Ja. 21:15 was ik pas klaar en ik was om 21:15. Ja, op zich, qua tijd valt het wel mee, maar nee, het is wel echt super lief dat ze zo lang doorging. Maar het sloeg dus echt compleet groen uit en de bleek heeft er geloof ik een uur in gezeten. En dat is normaal volgens mij maar een half uurtje, dus dat is echt heel lang. Ja. Maar het resultaat mag er zijn. Het is dus niet echt platina blond geworden zoals ik eigenlijk wilde. Maar dat, ja, dat wilde dus gewoon echt niet. Het is echt een grijze kleur. Echt een hele coole grijze kleur. Je ziet het met het kunstlicht, zie je het niet zo. Maar dat zie je dan morgen overdag wel. Maar wel heel vet. Laat even weten wat jullie ervan vinden. Ik vind ook dat het echt heel mooi is geknipt. Ik heb het echt al in tijden niet zo mooi gehad. Daar ben ik echt heel blij mee. De vorige keer was het heel raar geknipt. Ja, dat heb ik al verteld. Maar dat lag dus ook niet aan mij dat ik dat vond, want de kapster zei het ook. Het was achter heel lang gelaten en de zijkant heel lang gelaten en veel te laag opgeschoren. Waardoor het echt zeg maar zo viel en nou ja, ik kon er gewoon echt niks mee. En dat ja, het was dus wel logisch, zei de kapster. Maar goed, nu is het helemaal mooi voor kerst. Super blij mee.